Dit zijn twee mensen, Jeroen en Dorothy, die alles hadden. Van de ene vakantie op de andere vakantie, een enorm huis, een boot, alles hadden ze. En toch was hij niet helemaal tevreden. Geen vrede in zijn hart. Toen heeft hij alles verkocht. En toen heeft hij, alsof hij een van de religieuzen van deze tijd is, heeft hij een boerderij gekocht, daar 12 appartementen ingericht, voor mensen die na een scheiding, na een faillissement, of omdat ze onrechtvaardig behandeld zijn, in de problemen zijn. Ze hebben nu 35 mensen daar te logeren gehad, voor minimaal 6 maanden. En 27 wonen weer op zichzelf. Dit is het verrijzenisverhaal. Ja. Dit is het verrijzenis. Handen en voeten van Christus. Handen en voeten van Christus. Zij laten anderen opstaan in het leven. En toen vroeg ik aan hem van, heb je toch niet af en toe nog een beetje verlangen naar dat oude leven? Je kon op vakantie wanneer je het wilde. Je kon kopen wat je wilde. En toen zei hij, geven is mooier dan nemen.